Ik heb het gevoel dat ik helemaal niet flitsen heb. Een heel hartelijk welkom op deze jubileumviering. 35 jaar Vrienden van Den Haag. Het is zo langzamerhand een traditie van de Vrienden van Den Haag om jubileumjaar hier in dit gebouw te vieren. Want het Kurhaus en de vrienden hebben toch een bepaalde band. 35 jaar geleden werd onze vereniging Vrienden van Den Haag opgericht als reactie op alle sloop- en bouwplannen die er in de stad werden ontwikkeld. Nog al te vaak moeten we constateren dat steeds wordt gekeken naar sloop en vervangende nieuwbouw om de stad in de vaart te laten opstomen. Ieder nieuw college, zoals u weet, komt hier met zijn eigen programma. Den Haag prijst zich, onder andere in de structuurvisie 2020, graag aan als wereldstad aan zee. Aan zee, dat klopt. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar wereldstad, het hangt er vanaf hoe je het definieert. Met ongeveer 500.000 inwoners is het natuurlijk toch moeilijk om van een echte wereldstad te praten. Als ik er even een vergelijking mag maken, onlangs las ik in een krant dat in China allerlei nieuwe steden worden gepland die in hun eigen terminologie middelgrote steden zijn. Dat zijn dan wel steden van 6 tot 8 miljoen inwoners. Maar bescheiden als Den Haag van omvang dan ook mogen zijn, het is tegelijkertijd ook de sterke troef van de stad. Het is een stad die door die bescheiden omvang een aangename woonstad is gebleven. Je hoeft je niet verloren te voelen in een betonwoestijn. En daar komen dan nog bij de rijkdom van de stad aan aantrekkelijke historische wijken en buurten, de parken, de ligging aan zee en natuurlijk ook de natuurgebieden in de directe omgeving. En denk bijvoorbeeld aan het duingebied. En tenslotte heeft Den Haag natuurlijk ook nog, ten opzichte van andere Nederlandse steden, een unieke geschiedenis. Het heeft geen oorsprong als een oversteekplaats in een rivier, geen dam, geen vestingstad, geen handelsstad, niets van dat al. Nee, een simpel jachtslotje in de duinen, waaruit min of meer bij toeval het regeringscentrum ontstond. Tot op de dag van vandaag is die bijzondere geschiedenis aan de stad af te lezen. En dat maakt deze stad, Den Haag, zo bijzonder en geeft hem ook zoveel aantrekkingskracht. Laten we daarom deze rijkdom ook zorgvuldig bewaren en onze blik niet alleen maar richten op groei en nieuwbouw. Een groei die uiteindelijk ten koste gaat van juist deze rijkdommen. De naamsbekendheid van Den Haag reikt tot ver buiten onze landsgrenzen. En dat staat in geen verhouding tot de omvang van de stad. Ook in het buitenland zie je Den Haag vaak in het nieuws verschijnen, in zijn functie als stad van recht en vrede en natuurlijk als hoofdstad van ons land. Steden. Ja, dat is. Hoofdstad, regeringsstad. Kijk, Amsterdam vergeet dat het hoofdstad is. Dus het geeft er helemaal geen aandacht aan. Dus laat wij dan maar hier nemen. En bovendien, ik denk dat er niet veel Amsterdams in de zaal zijn. Scheveningen, waar wij ons nu bevinden, is een voorbeeld van een plaats die ingrijpende veranderingen heeft ondergaan in de afgelopen decennia. Veel van deze veranderingen bekijken we nu met gemengde gevoelens. Toch worden er ook nu weer grootschalige plannen ontwikkeld voor Scheveningen. Misschien heeft u in de krant gelezen dat ook het Palace-gebied hiernaast weer in de belangstelling komt te staan. Als ik het zo mag uitdrukken. En hoe vaak hebben we niet met afschuw gekeken naar ontwikkelingen in kustplaatsen in Spanje en zelfs hier dichterbij langs de Belgische kust. Als we niet oppassen, dan gebeurt hier in Scheveningen alsnog hetzelfde. Maar dan wel met de wetenschap van hoe fout het elders is gegaan. Het is tegen deze achtergrond dat een vereniging als de Vrienden van Den Haag, als vertegenwoordiger van de bewoners en gebruikers van de stad, een belangrijke rol heeft te vervullen. Ook samen met andere organisaties hebben de vrienden zich uitgesproken tegen de ontworpen nieuwbouw voor Europol in het Statenkwartier naast het congresgebouw. Helaas heeft dat ook tot niets geleid. Succesjes hebben we gelukkig ook geboekt. En ik kan daar, al zijn ze niet zoveel helaas.
Maar ik kan in ieder geval noemen het behoud van het pand van de vroegere bierbrouwerij, de Drie Hoefijzers in de Dittelstraat, niet ver van het station Hollandspoor, waar nog prachtige mozaïeken van de Rosenburgfabriek te vinden zijn. En wellicht een nog meer tot de verbeelding sprekend succesje kan worden genoemd de verbouwing van het voormalige hoofdkantoor van de PTT of KBN op de hoek van de Zeestraat en de Mauritskade, waar nu een vestiging van het Hilton Hotel komt. Ik denk dat ik hiermee ook voldoende heb geïllustreerd dat een vereniging als de onze zijn bestaansrecht meer dan waard is. En ik denk dat bestaansrecht ook wordt bevestigd door uw grote opkomst hier. Voordat ik overga tot de officiële uitreiking aan de heer Bruin, wil ik u eerst vragen om met mij mee te kijken naar de PowerPoint-presentatie waarop de 13 nieuwe kaarten van dit jaar zullen worden gepresenteerd. Je woont toch niet meer hier in Den Haag? Nee, ik woon er niet, maar ik kom wel hier. Ja. Je vond het belangrijk genoeg om hier aanwezig te zijn? Ja, om wat oude kennissen te ontmoeten? Ja, zoals Gijs. Ja, jawel. Ja, nou, we hebben leuke tijden beleefd, toch? De beste herinnering die we hebben, dat is het bezorgen van jaarboeken. Boeken bij Zijthof in de sneeuw. Zijthof in Voorschoten. Blij waren dat we zij is weg. Ik wil toch vragen of u het naar uw zin heeft? Ja. U bent u al lang lid van de vrienden? Ja. Nou, lang. Hoe lang? Geen 35 jaar, maar aanzienlijk aantal jaren, ja. En u amuseert zich wel? Ja, wij zijn heel vaak bij de bijeenkomsten. Oh ja. Heeft u ook meegedaan met de wandeling langs de beek? Nee. Toch niet? Nee, we waren buiten de stad. Wist u het, dat de beek niet bestond? Nee. Dat is echt nieuws voor u. Teleurstelling. Ja? Oké. Door de hoogbouw? Echte Haagenees ben ik. Ja? Ja hoor. En vindt u dat het verloedert, Den Haag? Nou, in zekere zin wel. Ja? Dat kun je nogal meevallen. Ik vind dat wij op onze stad trots mogen zijn en blij mogen zijn. Er zijn mooie parken. Ik vergelijk het met Rotterdam daar, dat is geen vergelijking. Ja. Nee, maar je hoeft het met ieder gebouw niet eens te zijn, maar dan hoeft het nog niet. Nee, verloederen vind ik meevallen. Ze zijn het laatste jaar toch wel goed bezig. Bij dat Noordpoolterrein, bij die brug, nou dat vind ik een beetje onhandig gemaakt. Ja. En toen is de Noordpoolk weggegaan. Ja. Dus ze hebben dat eerst, dan kom je van de Kranenburg weg door zo'n smal stukje om op de weg te komen. Ja. Om naar de West-Duinweg te gaan of naar de Nieuwboerweg. Ja. Maar dat is erg bekrompen. Terwijl we grote pleinen hebben gekregen, staat wel leuk. Ja. Maar voor verkeer technisch vind ik het toch niet zo'n goede oplossing. Nee, is het zo. Ja. Dat is ieder zijn smaak. Natuurlijk. En nou staan al die gebouwen staan leeg. Ja. Eerst worden ze opgebouwd. Ja. En die hebben ze geen 2 jaar bewoond. En nou staat het allemaal. Ja. Woont u daar in de buurt? Ja. Woont u in Duindorp? Nee, ik woon op de Kranenburgweg. Op de Kranenburgweg, oh ja. Ja. Hoewel Duindorp wordt ook zo'n beetje helemaal afgebroken. Dat is ook zonde, want daar zijn ze in bouwen in de duinen. Ja. Geloof ik. Ja. Maar dat vind ik ook nee. Ja. Ja, dat doe ik een beetje verloeden. Ja. Ja. Dank u wel. Dat is zonde. De kaarten worden weer goed verkocht.